We hebben vandaag een wereldprimeur beleefd. We hebben namelijk 100 vierkante meter planten elektriciteit laten maken om ruim 300 ledlichtjes te laten branden. We staan hier op Hembrug en dat is een grote ontwikkellocatie. Daar hoort ook een duurzame energieopgave bij. En wij zagen in Plant E een manier om iets toe te voegen aan die energiemogelijkheden. Wat mogelijk veel toekomst heeft en wat mogelijk ons in de toekomst nog veel meer kan brengen. Er is tussen Wageningen en Ede is er een verbinding ontstaan tussen de Universiteit van Wageningen en station Ede-Wageningen. En dan is het natuurlijk prachtig als je zo'n initiatief hebt. Maar op het punt van duurzaamheid, want duurzamer als energieopwekker van planten kan haast niet anders. En dat laten we hier nu zien. Dus we zijn er allemaal heel erg blij mee. Nou, alles wat we kunnen doen om verschillende soorten duurzame energiebronnen in te zetten, helpt om daadwerkelijk de transitie te maken naar duurzame energievoorziening. Wij willen investeren in Plant E omdat we hier een mogelijkheid zien om een nieuwe vorm van duurzame energieopwekking uit te testen. Toe te passen en uit te testen. Eén zegt van wauw, dat het kan. Dat had ik nooit gedacht. Mensen die de technologie al een beetje kennen, die zeiden geweldig dat het nu daadwerkelijk gelukt is en dat we dit kunnen zien. Mensen noemen het magisch en fantastisch en mooi. En ja, dat is het ook. Als ik de enthousiaste reacties ook hoor van de mensen die hier vanmiddag bij ons waren om dit mee te maken, dit mooie moment, dan denk ik van ja, we hebben hier goed aan gedaan. Het einddoel is dat we in zoveel mogelijk rijkshuisvesting dit soort type van duurzame energie toe kunnen passen.